Takis, we zijn hier in Griekenland. Dat was een hele voorbereiding, want je had een heel programma in elkaar gezet. Ja, dat was een mooi programma voor die 4 dagen dat we hier zijn geweest. We zijn zondag aangekomen. Helaas wat later dan wij eerst gepland hadden. En we zijn Thessaloniki bezoeken zondagavond. En de volgende dag hebben we de meeting gehad. En dan zijn we direct daarna naar Virginia gereden, naar de tombes van Filip II. En daar hebben we dan toch wel een goede indruk gekregen van hoe Griekenland zo'n beetje 2300 jaar geleden zijn existentie over Balkan heeft gehad. En mag ik nog wat vragen, want je vertelde, we hebben de meeting gehad, de discussieochtend. Wat is nou nog een discussiepunt dat jou is bijgebleven? Nou kijk, natuurlijk is het zo dat grotendeels de onderwerpen rondom duurzaamheid en de slots van Schiphol, die dan achteruit gaan, waren toch wel de twee belangrijke onderwerpen van deze ochtend, denk ik zo. Ja. Kun je nog iets meer vertellen over het programma en hoe gaat het met toerisme in Griekenland? Ja, nou we zijn dan aansluitend richting Kastoria gereden, hebben een nachtje geslapen en de stad bezocht. En de volgende dag zijn we richting de Prespameer gereden. Dat is een natuurgebied bij het drielandenpunt tussen Albanië, Griekenland en Noord-Macedonië. En op de weg terug zijn we geslapen in Edessa bij de watervallen. Mm-hmm. En dan de volgende dag zijn we weer terug gereden richting het oosten. En zijn we een nachtje gaan slapen in Chalkidiki. En vandaag sluiten we af hier in Mount Athos, waar een cruise gaat langs de belangrijkste kloosters aan de, even kijken, aan de westzijde van het Schiereiland. Hoe gaat het nu met toerisme in Griekenland? Nou, in Griekenland gaat dit jaar weer goed met toerisme. De cijfers wijzen erop uit dat wij rond het land zelf het aantal aankomsten van 2019 gaat evenaren. En dat is natuurlijk voor de Grieken heel goed. Jammer genoeg hebben wij toch wel de tegenslagen, of in ieder geval de verschijnselen van de natuur hier gehad de afgelopen weken. En dat heeft toch wel een beetje de gemoedstoestand van de Grieken toch wel een beetje tegengehouden en teruggesteld. Ja. Wat verwacht je voor de komende tijd, zeg maar, misschien komend jaar, zeg maar, voor toerisme in Griekenland? Nou kijk, de vooruitzichten voor volgend jaar zijn weer uitstekend voor het land. Er wordt goed geïnvesteerd. Er zijn mooie programma's vanuit de Europese gemeenschap waar ondernemers hier in Griekenland zich kunnen inschrijven om zich bezig te houden in toerisme. En ik hoop dat het tijd is dat eindelijk nadat de minister van toerisme hier zijn scepters en zijn ideeën over heeft laten gaan, dat wij uiteindelijk ook een universiteit hier krijgen over toerisme. Ja. Als je nu terugkijkt op die reis, als ik erop terugkijk, dan is natuurlijk jouw enthousiasme voor het land opgevallen. Dat is niemand ontgaan. Dat was fantastisch om mee te maken. Hoe kijk je zelf terug op de reis? Wat vind je typerend geweest aan de reis? Nou, ik ben in ieder geval bijzonder blij dat de gelegenheid is gesteld aan mij om dit stukje Griekenland aan jullie te laten zien. En ik denk dat die mogelijkheden hier in het noordwesten van Griekenland toch wel enorm zijn voor mooie flying drives die eventueel opgesteld kunnen worden. En daar verwacht ik toch wel dat enkele collega's daarmee aan de slag gaan. Leuk. Nou, hartstikke bedankt voor alle tijd en moeite ook die je erin hebt gestoken. En ik verwacht jou volgend jaar gewoon weer mee op deze reis. Ja, graag gedaan en zeker tot de volgende keer.